Nog eens. Jongens, het klinkt misschien zo raar wat ik zeg. Het klinkt misschien zo raar wat ik ook ga zeggen. Maar JK Machine Man, this is it. Dit is het gewoon. Iets waar ik een jaar, 2 jaar voor in heb gezet. En heel weinig is uitgehaald de laatste 2 jaar bijna. Ik heb bijna misschien 2 jaar lang, bijna misschien een jaar, geen goede gamevideo's meer gemaakt. En heel veel productenvideo's, zoals smartphones, tablets en dergelijke. En ja, ik wil jullie gewoon iets uitleggen. Waar staat mijn kanaal voor? Mijn kanaal staat voor alles. Voor games, voor challenges, vlogs. Het staat gewoon voor alles. En ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om deze video te maken. Dat merk ik gewoon aan mezelf. En ik trek zeker weten de stekker er niet uit. En ik ben ook geen time-out. Maar ik krijg van heel veel mensen de vraag van waar staat je kanaal voor? Mijn kanaal staat gewoon voor games, challenges, oude hypes terugbrengen. En reactievideo's, gamevideo's, testvideo's. Daar staat het allemaal voor. En ja, het is gewoon misschien lullig om te zeggen, maar ik heb heel veel spijt van dat ik de laatste tijd niet meer aan mijn belofte ben gekomen. Dat ik bepaalde video's ging doen of dergelijks, of livestreams ging doen. En het spijt me ontzettend. En het klinkt misschien gek, maar ik heb heel veel moeite met tegenwoordig met video's maken. En ja, het klinkt misschien zo gek. Joey fucking heeft er ergens een moeite mee om geen video online te gooien. Is het een grap, ja of nee? Nee. Ik heb er gewoon moeite mee om mijn video's online te gooien. Want ik ben gewoon aan het twijfelen geweest. Van, is het goed? Is het niet goed? Wordt het wat? Wordt dit wat? En ik kom erachter dat, ja, de interessante video's worden altijd meest vaak bekeken. Ik bedoel, de oninteressante bedoel ik, worden minst bekeken. Dus eigenlijk van die grappige video's. Dus in die kleine sketchvideo's die ik online drop, heel veel, worden het meest vaak af en toe bekeken. En de belangrijkste dingen worden heel vaak vergeten. En dan denk ik bij mezelf van, die kleine sketches zet ik gewoon online, omdat het gewoon leuk is. Maar de belangrijkste video's, die worden gewoon vergeten. En dat wil ik niet. Want ik wil iedereen, ook ben je 8 of ben je in de 70, ik wil gewoon mijn video's laten zien van, jongens, op deze manier kan het ook. Ik wilde gewoon wat van jullie van te leren. Mijn doel was vroeger altijd geweest om andere mensen en andere kinderen wat bij te leren. Heel veel mensen verbazen nog steeds dat ik heel veel dingen kan. Dat ze dachten dat dat nooit zou gebeuren. Ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd zitten de laatste tijd. Van wat er allemaal kan gebeuren en wat er allemaal misschien kan. Hoe het misschien gaat gebeuren. Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd zitten. En ja, het klinkt misschien gek jongens, maar hoe zou ik zeggen? Het zijn wel ideeën wat ik denk van, this is it. Dit is het. Dat heb ik wel heel erg in mijn hoofd zitten. En ja, sorry jongens. Ik ben de laatste tijd heel weinig aan toegekomen om een video überhaupt online te gooien. Een video. Of hele goede video's te maken. Ik ben er heel slecht, de laatste tijd heel slecht aan toegegaan. Maar ik heb ook heel veel moeite om video's te maken. Om belangrijke of onbelangrijke video's te maken. Want ik weet dat de onbelangrijke meest worden bekeken. En de onbelangrijkste. Dus de belangrijkste worden nooit bijna gekeken. En daar heb ik heel veel moeite mee. En ja. Mijn droom is nog steeds 100.000 abonnees te halen. En ja. Ik ben jullie gewoon echt allemaal super dankbaar.
wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Ik ben je gewoon zo dankbaar. En het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar als dit zo doorgaat, dat betekent het einde van mijn kanaal. Ik wil niet meer worden dat de YouTuber zijn die alleen maar sketches maakt en dergelijke. Ik wil de YouTuber zijn die gewoon lekker in zijn vel zit. En gewoon video's wil maken en online gooien. En dat ik denk van, hier krijg ik een goed gevoel van. En hier krijgen die kijkers een goed gevoel van. Ik wil dat gevoel aan jullie geven. En niet zo van een video van, jongens, ik ga dit en dat en zus en zo doen. Nee. Ik wil video's maken dat die kinderen, dus ook jonge kinderen, jong publiek, gewoon kan zien en er ook wat van kan leren. Dat ik denk bij mezelf van, dit is het. Alright. En ja, het klinkt misschien hard wat ik zeg, maar hoe zou ik zeggen? Op deze manier verdien ik ook geen brood. Ik verdien met YouTube geen rode cent. Het interesseert me ook vrij nauwelijks of ik geld verdien, ja of nee. Maar het gaat me meer om dat ik hier gewoon allemaal wat wil leren. Daar gaat het meer om. En ja. Ik heb altijd zo'n gevoel in mijn leven en mijn lichaam gehad van, daar was ik al van jongs af aan mee bezig om mensen wat bij te leren. Iets te laten zien van, kijk, dit kun je ook nog doen. Of voor dit is ook een oplossing. En ja, tuurlijk. Mensen zullen wel denken van, what the fuck, dat het op die manier ook kan. Ja, het kan op die manier. Maar het is, ik wil niet meer die oude richting ingaan, hoe ik het ooit vroeger heb gedaan. Dus ja, sommige video's heb ik gewoon zo spijt van dat ik ze ooit online heb gegooid. Echt bepaalde video's, als ik ze zie, dan terugzie of van horen van mijn vrienden. Dan denk ik van, oh, waarom heb ik dat ooit überhaupt online gezet? Waarom? Als ik in die tijd dommer dan nu. Was ik in die tijd stommer dan nu. Als ik erover nadenk, heb ik er heel veel spijt. De meeste video's, jongens, heb ik spijt van en de meeste niet. Maar ik wil jullie ook zeggen dat ik die nooit teleur zal stellen. En dat ik altijd video's zou blijven maken. Dat ik denk van, hier krijg ik een goed gevoel van. En hier kunnen jullie wat van leren. En dat zal ik altijd blijven doen. Altijd. Ook op mijn social media, op mijn Facebook en op mijn Instagram. Zal ik altijd leuke foto's of filmpjes of wat met humor heeft te maken. Altijd posten, zodat jullie kunnen zien van, kunnen wat kunnen zien. En wat jullie te lachen kunnen hebben. En ik zal altijd mijn eigen ding doen. Heeft mijn moeder ook altijd tegen me gezegd. Mijn moeder zei tegen mij vroeger en nu nog steeds van, Joey, doe gewoon lekker je eigen ding. En wat de ander van je zegt, trekt er gewoon niks van aan. En dat ga ik ook nooit doen. Ik heb me nooit wat van een ander wat aangetrokken. Als iemand ooit iets over mij zei, dan trok ik mijn grote mond direct open. En dan blijf ik nog steeds houden. En ja. Ik ben bijna 20 jaar oud. En ja, ik was 17 toen ik begon aan YouTube. Ik moest nog 18 worden. En ja, als ik iets bijna van die 3 jaar heb geleerd. Want mijn kanaal bestaat niet over, het duurt niet zo lang meer. En dan is het in januari. En na januari, dan de tweede, bestaat mijn YouTube kanaal 3 jaar. Als ik dan iets in die 3 jaar heb geleerd. Van mijn YouTube kanaal. Van mijn video's. Van mijn foto's. Van alles wat ik heb gepost. Dat jullie allemaal ook gelukkig van kunnen worden. Dat je kunt zien van, wauw. Op die manier had ik dat en dat nog nooit gezien. En dat wil ik ook zo houden. En ja, jongens. Als iemand tegen je ooit zegt van, ik geloof niet dat je dit en dat voor elkaar krijgt. Gewoon zeggen van, wat klets jij nou? Ik dit niet voor elkaar? Ik denk dat jij dit niet voor elkaar krijgt. Dat moet je gewoon zeggen. Als de ander ooit wat van je zegt, dat je dit en dat en zus en zo niet kan, gewoon niks aan hem trekken. Helemaal niks.
Doe je ook je best. Gewoon blijven proberen. En pas opgeven als je het zelf ook niet meer weet. Toen ik voordat 17 was. Ik heb me alleen de laatste paar. Ja, voordat ik van school afging, voordat ik ging werken. Heb ik me alleen maar ziek gemeld. En toen ik 17 was en toen ik nog op school zat. Ik voelde me helemaal niet fit. Niet gelukkig heel vaak. Ik wou het liefst zo snel mogelijk van school weg. Ik wou gaan werken. Ik wou geld verdienen. Ik wou, hoe heet dat, mijn eigen ding kunnen doen. En dat heb ik. Ik kan alles wat ik wil. Ik ben boven de 18. Ik zit bijna op de 20 jaar oud ben ik bijna. Het is een hele nieuwe wereld voor me opengaan. Met qua geld en volwassenheid en inkomen. En verzekeringen. En ja. Eén ding moet ik jullie wel vertellen. Ik ben jullie zo ontzettend dankbaar. Iedereen die me ooit gesteund heeft. En gepromoot heb. Ik ben jullie zo ontzettend dankbaar. En ik zal jullie altijd blijven helpen. Met de video's maken. Als jullie ooit een vraag hebben. Ga dan gewoon naar mijn Instagram toe. En stuur me een berichtje. Van Joey, kan ik. Weet je, heb je een tip voor me hoe ik dat en dat kan aanpakken? Ik ben niet goed om dat te doen. Ik doe het gewoon. Maar jongens, geloof altijd in jezelf. Wat een ander ook tegen je zegt, doe het niet. Als iemand zegt van, hey Joey, ga je dit en dat doen? Ik bedoel, van, ik noem maar iemands naam op. Van, hey Bob, ga jij dit en dat en zus en zo doen? Wil je dit en dat, zus en zo doen? En jij als persoon zegt het, dan ben je verkeerd bezig. Je moet altijd een gevoel van jezelf hebben van, dit wil ik hier, dit wil ik zo graag hebben. En ik ga niet luisteren naar een ander. Als je vader of je moeder zegt van, ik wil dat je heel graag de bouw in gaat, de bouwwereld. Gewoon nee zeggen. Je moet gewoon zelf doen wat je zelf wilt. En ja, ik ben je Gamer J-Man. A.K. Joe Fucking. En ik zeg één ding. Later.